Tijdens de algemene politieke beschouwingen van 19 en 21 september gaan we zeker ook de ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers zien. Maar wat zijn nou de krachten en valkuilen van deze spreker? De toekomst van ons land, van het Vrije Westen op het spel staat, dat ik dat had geagendeerd, en dat is niet disrespectvol naar de heer Segers bedoeld, wie daar ook had gestaan. Islam en vrijheid gaat niet samen. Islam zet de identiteit, nog veel meer, het bestaan van wie we zijn op het spel. En daarom moet er hier, kort voor de stembussen open gaan, over worden gepraat. Oké, we gaan eens kijken wat de ChristenUnie daarvan vindt, meneer Segers. Ik kan u wel vaststellen dat u alle vrijheid heeft om dit te zeggen op nationale televisie. En dat is de exacte vrijheid waar ik trots op ben en die ik heel graag wil verdedigen. Er zijn legitieme bezwaren en zorgen over de islam. De strijd tegen het jihadisme is een strijd op leven en dood. En we hebben geen andere optie dan die te winnen. Maar die strijd moeten wij doen met trots. Trots op onze vrijheid. En dat doe je niet. Je kunt nooit een rechtsstaat verdedigen door die rechtsstaat af te schaffen. En je kunt nooit vrijheid verdedigen door die vrijheid in te perken. En daar ben ik bij u bang voor. Meneer Wilders. Nou ja, weet u, het is denk ik veel erger nog. Wat laat dit fragment nu goed zien? Nou, volgens mij de kracht en de valkuil tegelijkertijd. Want Gert-Jan Segers is een zeer degelijk spreker. Een fractievoorzitter op wie je kunt bouwen. En daar ontleent hij ook zijn ethos aan die degelijkheid. Je zult hem zelden betrappen op een krachtterm of op overdreven spraakgebruik. Ja, en dat is goed, want ethos, dat is één van de middelen van overtuiging. De geloofwaardigheid van de spreker. En dat is tegelijkertijd een valkuil, want in een debatarena waar Klaas Dijkhoff soms eerder een conferentie dan een debatbijdrage lijkt te leveren, Geert Wilders enorme problemen en drastische oplossingen schetst en Alexander Pechtold interrumpeert in scherpe bewoordingen, moet je soms mee in die trant. Of ben je in ieder geval gedwongen om dat te doen, om boven de massa uit te stijgen. En ad hoc reageren, scherpe vragen stellen, dat zijn niet de sterke kanten van Gert-Jan Segers. Vond je dit nou een leuke video en wil je er meer van zien? Vergeet dan natuurlijk niet deze video te liken en abonneer je op het YouTube-kanaal van het Nederlands Debatinstituut.